John van der Brom. Het staat 0-2 bij rust. Het wordt uiteindelijk 2-2. Hoe ben jij dan in de afloop in de kleedkamer? Je bent sowieso niet tevreden. Maar ik ben buiten het resultaat vooral niet tevreden over de manier hoe wij hier vanavond gevoetbald hebben. En dan heb ik het met name over het spel aan de bal. Omdat ik vind, en dat hebben we al genoeg laten zien, dat we veel beter kunnen dan daadwerkelijk vanavond is gebeurd. En de eerste helft vond ik dat ook al niet goed. Dat was een heel laag tempo, het was nonchalant, veel balverlies. Maar je komt wel met 2-0 of 0-2 voor door weer een corner. Dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we daar weer uitscoren. Derde wedstrijd achter elkaar. Fantastisch genomen vrije trap. Dus in dat opzicht zit je op rozen in de rust. Maar zo zijn wij er niet ingegaan met die jongens. Omdat we wisten dat Vitesse gaat wisselen. Gaan alles of niet spelen. Worden ook nog eens een keer beloond met een hele snelle goal. Krijgen daardoor ook weer het gevoel terug van... Hey, we kunnen toch iets doen vanavond. En ja, daar hebben we, vind ik, als team veel te weinig tegenover gesteld. Alleen de laatste 10, 15 minuten. Toen het weliswaar 2-2 al was, hebben we nog iets kunnen doen. En ja, hadden we hem kunnen winnen. Maar daarvoor, moet je ook eerlijk zijn, hadden we hem ook kunnen verliezen. Heb je vandaag Stengs en Maher gemist? Nou, ik vind, je moet alleen praten over de jongens die er zijn. En we weten dat we een aantal jongens... zaterdag zijn volgens mij Thomas en Teun weer geschorst. Ja, dan kun je me die weer vragen stellen. Ik vind, wij hebben een goede selectie. Wij kunnen het opvangen met de jongens die we moeten missen. Om wat voor reden dan ook. En zaterdag zien we weer hoe we er verder voor staan. Teun maakt natuurlijk een schitterende goal. Hij loopt gelijk naar de bank toe. Kon je daar zelf ook om lachen? Nou, ik lach altijd als we scoren. Laten we dat voorop stellen. En, het was een hele mooie goal. Goed genomen, vrije trap. Ook daar hebben we nog niet heel veel uit gescoord. Dus buiten alle minpunten hebben we ook wel wat positieve dingen vanavond. Tot slot, jullie waren aan een goede reeks bezig. Dan is dit misschien, is dit dan een smetje of niet? Nee, het is een teleurstelling wat ik zeg over de manier hoe wij hier vanavond gespeeld hebben. Aan de andere kant, we liggen nog steeds op schema om het doel wat we hebben, die derde plaats, in handen te houden. Succes ermee. Ja. Super, thanks.